Knuit en Dellebeke, moeder en zoon, vertel eens. Nou ja, ik ben getrouwd met Leen Knuit, dus Knuit is de vader van Stefan, ja. Mijn man. En, dus ja, dus, maar ik hanteer mijn eigen naam gewoon Dellebeke, dus mijn meisjesnaam nog altijd gewoon. Die heb je gewoon altijd gehouden? Ja, nou dat ja. Is, hè, dan ben je trots op je naam, dus, dat ja, is heel goed. Ja, zeker. Nou, je zei natuurlijk binnenkwam, je bent een rasechte Middelburgs, maar een echte Nieuwlandse. Echte Nieuwlandse. Dat is hetzelfde, maar toch wat anders. Hè? Ja, het is de voorstad van Middelburg. Ja, ja, precies. Ja, maar dan ben je geboren en getogen. Geboren en getogen, ja. Ja, en, ik ga nooit weg. En hoe oud ben jij als zoon? Ik ben 28. Oké, dat is. En woon jij nog thuis of ben je het huis al uit? Ik woon nog min of meer thuis en bij mijn vriendin. En we gaan een huis kopen. Dus oh, jij zit een beetje ertussenin. Jij zit helemaal in de overgangsfase. Ja. Ja, en ik begreep al aan de telefoon, want muziek is ook echt je beroep. Jij zit bij, bij het leger, zeg ik dan maar, ja, maar dat is te makkelijk. Hè? Bij de Marinierskapel. Ja, en marine, ja. Dat is echt wel een groot ding ook, toch? Ja, ja zeker. Dat is gewoon een fulltime baan. Ja, ja. En, maar ben je dan ook militair of ben je dan muzikant die ook voor Defensie wat doet? Of hoe moet ik dat nou zien? Ik ben wel militair. Ik word gewoon betaald door het leger. Ik ben op papier militair, maar wel met specificatie van muzikant. En wat is dan je rang? Ik ben sergeant. Oké, okay. Ja, sergeant muzikant. Nou ja. Ja, ja, precies. Ja. Dat klinkt echt goed. Ja, ik heb ook op dezelfde school als Stefan gestudeerd. We hebben allebei in een conservatorium in Den Haag gestudeerd. En ik heb diverse jaren gespeeld in het Rotterdamse residentie als slagwerkgroep Den Haag. En toen, nu ben ik al sinds 1986 verbonden aan het Zeeuws Orkest. Ik ben nu de laatste 20 jaar paukenist van het Zeeuws Orkest. En ik geef op diverse plaatsen les en ik dirigeer 2 korpsen. Eén in Nieuwe Sint-Joosland en één in Westkapelle. Dus jij bent hier gewoon een autoriteit. Dat, ja, dat zeg je misschien zelf niet zo graag, maar als ik het zo hoor, dan kan jij wel bevestigen waarschijnlijk. Ja, dat is, ja. Nou, dat is mooi. Maar dan is het ook leuk, want jij hebt het waarschijnlijk met de paplepel ingegoten gekregen dan. Ja. Nou, dan is dat heel leuk dat jullie dit samen doen. Ja. Jullie hadden recent een cd-presentatie. Ik was toen nog met vakantie, dus daar kon ik niet bij zijn. Maar ja, daar zag ik al wat filmpjes van voorbij komen op Facebook. Maar dat was in de haastigheid van de vakantie. Mm-hmm. Maar wat me daar heel erg in opviel was de referenties aan Louis van Gaal. En dat vond ik wel opmerkelijk. Kan je daar eens wat over vertellen? Ja, Kees Nijssen, het eerste stuk van de cd, heeft een stuk geschreven met ook als titel That's Another Cook. En dat is gebaseerd eigenlijk op een voetbalwedstrijd. Dat beeldt de voetbalwedstrijd muzikaal uit. En de titel komt van Louis van Gaal toen hij in Engeland trainer was. Toen heeft hij meerdere keren wat verbasteringen genoemd van het Nederlands en het Engels. En één daarvan was That's Another Cook of That's a Different Cook. En daar is het stuk eigenlijk op gebaseerd. Vorig jaar februari waren we hier in deze zaal. En toen kwam Jaco van der Heijden en Walter Calbo van het label C4 naar ons toe. En die zeiden van, goh... Ja, ze waren zo onder de indruk dat ze een cd wilden maken van ons. Ja. Dus ja, toen kwam corona, dus ja, toen lag dat even wat stil. Maar vorig jaar december, de eerste 3 dagen, zijn we de studio hierin gegaan. Zijn jullie ook te vinden op Spotify en dat soort kanalen? Gewoon ja. Op alles wat modern is? Ja. Dus mensen die zeg maar gewoon nummertjes willen, dat is ook allemaal... Dat is allemaal mogelijk. Ja. Ja. Nou, ik ben natuurlijk ook heel benieuwd hoe het klinkt. Ja. Dus jullie willen vast wel een stukje spelen voor me. Thank you.
Jacco, nou, jij kwam net binnen en ik was een beetje in verwarring toen ik net stond te filmen. Hoorde ik ook muziek boven me. Maar dat was geen toeval, leer ik nu net. Nee, want, het is geen toeval. Ondanks dat de componist Xenakis wel met toeval werkt, is het heel bewust hier opgehangen. Het is eigenlijk een beetje een hommage aan Ad van Veer, nieuwe muziek vroeger. Foto's zijn gemaakt door William Verstraeten. Hij is ook nog niet zo heel lang geleden overleden, toch? Nee, echt 2-3 maanden geleden ongeveer. Ja. En die foto's zijn voor nieuwe muziek gemaakt en wij vonden het mooi om er een herinnering aan te hebben en ook op voor te beduren. We hebben plannen allemaal, maar dat komt later. En we hebben die foto's als uitgangspunt genomen, partituur erbij. En als je eronder loopt, nou je hoort het misschien straks zelf, dan zit een bewegingssensor hierin. Ik hoor nu al zachtjes wat, ja, wat komen. En dan hoor je de muziek die op de partituur staat. Het is toch buitengewoon, hè? Ja, hè? En het is een beetje als een geluidsdouche, noem het. Een geluidsdouche. Een verrassingje gemaakt. En netje verderop hangt er eentje van Willem Breuker. Als je de partituur ziet ook, denk je van oei. Dit is gewoon het is wel serieus. Het is wel gecomponeerde muziek, maar... Ja, kunnen jullie dit spelen wat ik hier zie? Dit ja hoor. Makkelijk. Ja hoor. De bar is ook vervangen? Ja, vervangen, vernieuwd. Het is een hele lange nu. De ruimte is hetzelfde gebleven, maar het gevoel is dat het veel breder is. En ja, het stopte er altijd een beetje op, vooral met volle zaal. En we hopen nu dat er veel meer ruimte is om mensen toch snel te kunnen helpen. En even wat ruimer staan, toch nog het idee van corona, van even niet te dicht op elkaar. Maar het is vooral om die opstropping daar in die hoeken tegen te gaan. Ja. Plus dat het na 12, 13 jaar wel eens een nieuw kleurtje moet krijgen. Ja, het was wel een beetje... Dat had altijd al een beetje gedateerd gevoel. Ja. Dus in die zin hebben we geprobeerd om een nieuwe heelal te geven. En de zaal blijft hetzelfde? De zaal blijft hetzelfde, ja. En buiten zag ik wel dat er wordt gewerkt. Ja, dus het dak wordt gerenoveerd. En daarna komen de zonnepanelen op met een accupakket. En dat schijnt ook redelijk revolutionair te zijn. Verduurzaming. Maar kijk, wat we hier verbruiken, s'avonds, overdag niet veel, maar de zaal heeft geen daglicht, dus alles gaat met flinke theaterlicht. Dat proberen we overdag dan op te vangen en s'avonds te verbruiken. Okay. Door dat accupakket. En normaal is dat wat je opvangt gelijk weer weg. Maar hier zit een soort buffer tussen. Oké, super. Ja. Dankjewel voor je toelichting. Ja, graag.